Uit een artikel van de Telegraaf blijkt dat er landelijk 22.000 ouderen met dementie op een wachtlijst staan om een plekje te kunnen krijgen in een verzorgingstehuis. Dan is natuurlijk de vraag of er landelijk genoeg aandacht wordt besteed aan Alzheimer. Hoe zit het eigenlijk in onze regio? Wordt er genoeg aandacht besteed aan de ziekte Alzheimer? Ja, we timmeren aardig aan de weg. En het zal best wel meer kunnen hoor, maar je hebt ook dementievriendelijke gemeentes nu. Elst is onder andere zo'n gemeente. Ik vind dat hier in deze regio niet voldoende, maar zeker heel goed aandacht aan wordt besteed. Ik denk dat er in Nederland heel veel aandacht wordt besteed aan de ziekte van Alzheimer. Om te beginnen hebben we een hele goede patiëntenvereniging, Alzheimer Nederland. Ze organiseren ook op allerlei plekken Alzheimercafés met hun regionale afdelingen. Daarnaast is er denk ik ook heel veel aandacht voor Alzheimer in het onderzoeksveld. Er wordt dus zeker wel aandacht besteed aan Alzheimer in onze regio. Maar wat is Alzheimer eigenlijk voor een ziekte? Alzheimer is een hersenziekte. En bij de ziekte van Alzheimer ontstaan er hele kleine klontjes eiwit in de hersenen. Die maken de hersencellen kapot. En daardoor ontstaat dementie. Bij dementie krijg je geheugenproblemen. En geheugenproblemen die erger zijn dan alleen van het ouder worden. Er zijn verschillende Alzheimer's-cafés in Nederland. Eén daarvan zit in Elst. Zij werken hier al een flinke tijd met 11 vrijwilligers volgens het concept van Alzheimer Nederland. Maar wat is nou zo'n Alzheimer-café? Nou, het Alzheimer-café is vooral een plek voor mensen met, of is eigenlijk een plek voor mensen met dementie met hun naasten en familieleden. Een veilige plek. Een laagdrempelige plek. Mensen die voor het eerst komen, ja, die zien daar wel tegenop. Zijn ze eenmaal binnen, dan komen ze eigenlijk iedere maand terug. Mensen ontmoeten elkaar, mensen praten met elkaar. En dat is eigenlijk het mooiste. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die Alzheimercafés er zijn. Volgens mij een hele belangrijke plek voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten. En dan gaat het zowel over de mensen die dementie zelf hebben als de mantelzorgers. Want we weten ook heel goed dat als je mantelzorger bent voor iemand met dementie, dat dat een ontzettend zware taak is. En dat je daarbij wel wat steun kan gebruiken. Er wordt dus in onze regio zeker wel aandacht besteed aan de ziekte Alzheimer.